Google SketchUp is een fantastisch programma waarmee je ieder voorwerp driedimensionaal op je computer kunt nabouwen. SketchUp is niet alleen gratis te downloaden, maar ook eenvoudig aan te leren en te bedienen. Met het boek Ontwerp je huis, tuin en keuken met Google SketchUp leer je aan de hand van voorbeelden uit je eigen leefomgeving snel en doelgericht met het programma om te gaan. Bouw eenvoudige vormen en leer hoe je die snel en efficiënt kunt kopiëren. Maak je eigen woonwijk en plaats die op een satellietfoto van Google Earth. Werk met componenten zoals deuren, ramen, personen en bomen om je model aan te kleden en te verfraaien. En lees ook hoe je deze componenten zelf kunt maken. In het boek Ontwerp je huistuin en keuken met Google SketchUp leer je hoe je met de Follow Me tool ook ronde en niet voor de hand liggende vormen kunt bouwen. En hoe je dit gereedschap kunt inzetten om snel en efficiënt te werken. Ontdek hoe je de plattegrond van een huis als basis kunt gebruiken om je eigen interieur na te bouwen en gebruik de software om veranderingen en verbouwingen vooraf te testen. Ontwerp je eigen droomhuis en zet met behulp van dit boek de eerste stap om die droom te realiseren. Met een 3D-model heb je veel meer overzicht en ontdek je eerder de potentiële mogelijkheden van je eigen ontwerp. Het boek geeft veel nuttige achtergrondinformatie die je onder andere goed kunt toepassen bij het bouwen van trappen. Zo lees je hoe je met dynamische componenten de treden van een trap makkelijk kunt veranderen. Componenten vormen een krachtig gereedschap en kan de SketchUp-gebruiker veel tijd besparen. Componenten zijn helemaal niet moeilijk te maken en met de stapsgewijze instructies kun je al snel aan de slag. Wat weerhoudt je om je eigen keuken te ontwerpen? Veel handige achtergrondinformatie helpt je om tot een goed en verantwoord ontwerp te komen. Het bijzondere aan het programma SketchUp is dat je foto's kunt importeren. Met behulp van duidelijke instructies en veel afbeeldingen is het gebruik van foto's makkelijk toe te passen. Zo kun je niet alleen foto's als textuur gebruiken, maar heb je ook de mogelijkheid om afbeeldingen als basis voor een 3D-model te gebruiken. Ook het toepassen van foto's op ronde vormen wordt goed uitgelegd en met behulp van veel afbeeldingen verduidelijkt. Lees hoe je eenvoudig je eigen tuin kunt opmeten om vervolgens met SketchUp een indrukwekkend ontwerp te maken. Met behulp van een extra tekenprogramma, die op bijna iedere computer te vinden is, kun je je 3D-model nog mooier maken. Met SketchUp kun je de schaduwwerking van bomen testen om bijvoorbeeld de plaats van je terras te bepalen. Ook het aangeven van maat op een plattegrond is simpel en met een afdruk kan de hovenier zo aan het werk. In de middeleeuwen dachten ze dat de wereld zo plat als een dubbeltje was. En veel mensen denken nog steeds dat je in de virtuele wereld alleen maar een plat landschap kunt maken. Maar niets is minder waar. En met Google SketchUp kun je met behulp van de sandbox een landschap vormen. Je kunt er afdrukken op maken of er zelfs een foto op plakken. In dit boek wordt uit de doeken gedaan hoe je dat moet doen. Met dynamische componenten kun je onderdelen van je model laten bewegen, maar er zijn nog meer mogelijkheden om beweging te simuleren. Ook het werken met mist en fotorealistische spiegeleffecten komen aan bod. De programma's Google SketchUp en Google Earth kunnen goed met elkaar samenwerken. Zo kun je je model in SketchUp bouwen en vervolgens op een geïmporteerde satellietfoto plaatsen. Ook het uploaden naar Google Earth wordt uitvoerig beschreven. Het boek Ontwerp je huistuin en keuken met Google SketchUp is niet alleen voor de beginnende SketchUp-gebruiker geschreven. Ook professionals, zoals architecten, kunnen met de instructies uit dit boek een eigen unieke presentatiestijl ontwikkelen om zo afbeeldingen met een persoonlijke signatuur te maken. Animaties van 3D-modellen vormen het hoogtepunt van een indrukwekkende presentatie. Zo kun je met SketchUp door je eigen model lopen en kun je doorsneden laten bewegen. In dit boek leer je hoe je deze animaties kunt maken. Met de Pro-versie van SketchUp kun je met behulp van layout je 3D-modellen importeren, opwerken, van tekst, maten en foto's voorzien en met behulp van een printer op elk gewild formaat haarscherp afdrukken. Google SketchUp vormt de basis voor het maken van fotorealistische afbeeldingen. Lees meer over de uitbreidingsmogelijkheden met behulp van externe software. Het boek Ontwerp je huistuin en keuken met Google SketchUp is niet alleen een onmisbaar instructieboek, maar met zijn meer dan 400 afbeeldingen in full color ook een lust voor het oog.
indrukwekkende afbeelding van SketchUp-modellen geven een goed beeld van de mogelijkheden van deze software en vormen een inspiratiebron voor alle nieuwe SketchUp-gebruikers.